Kunnen we gewoon even met z'n allen gaan huilen in de comments, dames en heren. Want Fortnite gaat binnenkort echt V-Bucks keihard verpesten. En kijk deze video dus helemaal af om erachter te komen waar het dus precies mee te maken heeft. Maar eerst vraag ik jullie natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achterlaten. Of überhaupt een duimpje omhoog natuurlijk. En eventjes te abonneren op mijn kanaal als je nieuw bent. Want dat zou ik heel erg nice vinden als je dat eventjes doet. Vergeet ook even niet de code Chesto aan te zetten in de Fortnite eindshop. Om mij natuurlijk te supporten. En dan gaan wij dus het vandaag hebben over waarom dus Fortnite V-Bucks gewoon aan het verpesten is. Want het is echt heel erg jammer dat dit moet gaan gebeuren. Maar ik ga het gelijktijd ook gewoon proberen een lekker potje voor die neer te zetten, jongens. Dus ik ga even die turret neergooien buiten. Want dan zijn we daardoor gelijk lekker beschermd. Want als er dus iemand aankomt, hebben wij dus een soort van bescherming over ons. Kijk eens aan. Oké. Ik heb een redelijke beginloot ook, zoals je kan zien. Dus dat is sowieso ook altijd lekker. En ik speel vandaag een keer met een wat OG skin setup, zoals je kan zien. Ik heb de snorkel ops aanstaan met die, ja, backlink van de, hoe heet die skin ook weer? Ik weet even niet hoe de skin heet. En dan natuurlijk deze hele mooie pickaxe. Want deze gebruikte ik dus vroeger gewoon heel erg vaak. En ja, hier gaan we dus gewoon proberen lekker een potje mee te winnen vandaag. Maar laat ik gewoon gelijk met de deur in huis vallen wat er dus aan de hand is met V-Bucks. En waarom dus V-Bucks eigenlijk gewoon verpest gaan worden. Nou, dames en heren, het heeft allemaal te maken met dat de prijzen in de wereld duurder worden. En er komt iemand aan, wacht even hoor. Ik wil weer net mijn verhaal gaan vertellen en er komt er precies op dit moment weer iemand aan. Die killen wij gewoon gelijk eventjes. Let's go, kill nummer 1 hebben wij meegenomen. Maar ja, het heeft dus te maken met dat allerlei dingen in de wereld duurder worden. Dat noem je inflatie. Ik weet niet of jullie dat op school gehad hebben. En V-Bucks gaan er dus ook onder lijden. Want ja, Epic Games heeft ook gewoon duurdere kosten, et cetera. En die moeten ze dus ook terugverdienen. En dat betekent dus dat wij dus binnenkort echt heel erg snel ook al veel meer, of nou ja, veel meer, in ieder geval meer geld moeten gaan betalen voor V-Bucks. Ik ga jullie zo meteen de prijzen vertellen, want ja, het is best wel jammer dat dit moet gaan gebeuren. En ik ga jullie ook daar nog meer over vertellen. Maar eerst doe ik even deze Impulse Nades mee, want dan hebben we eigenlijk gewoon letterlijk alles wat we nodig hebben. En dat was niet de bedoeling, er zit iemand hier zo. Kijk, hiervoor heb ik dus die turret ingehuurd, jongens. Precies hierom wilde ik die turret dus hebben, hij zit hier rechts. Maat, kom eens hier. Even hier komen, bro. Die was mis. En die was raak. Oh. Nu is hij dood, let's go. Kijk, als ik die turret dus niet had gehad, jongens en meisjes, had ik dit dus even totaal niet doorgehad, hè. Dat snap je dus ook wel. Maar als ik het dus allemaal goed zeg, gaan vanaf 27 oktober de prijzen van V-Bucks dus iets omhoog. En ja, nogmaals, ik vind dat zelf heel erg jammer, want ik weet dat daardoor mensen misschien minder vaak V-Bucks kunnen kopen. En ja, de prijzen gaan best wel flink omhoog ook, als ik dat eerlijk mag zeggen. Dat is mijn mening gewoon. Want ik koop zelf altijd natuurlijk het V-Bucks kaartje van 80 euro. Daar krijg je dus 13.500 V-Bucks van. En dat kaartje, die wordt dus in plaats van 80 euro nu 90 euro. Dus die gaat gewoon met 10 euro omhoog. De andere prijzen die vallen best wel mee. Maar de grootste prijstoename zit dus eigenlijk op het kaartje wat ik koop. Het normale kaartje van 1000 V-Bucks waar wat 8 euro was, wordt volgens mij 9 euro. Maar ja, het houdt dus gewoon in dat letterlijk alle prijzen van de V-Bucks dus duurder worden. En ook in de itemshop waar je dus de V-Bucks kan kopen. Wacht even hoor. Deze guy die probeert mijn verhaal weer eventjes te onderscheppen. Dat gaan we dus eventjes niet doen. Maar ook dus als jij online V-Bucks wil kopen. Dus dat zij bij wijze van spreken gewoon als je naar dat V-Bucks stepje gaat. Daar worden ze dus vanaf de 27e ook duurder. En dat dus blijft gewoon dezelfde prijs. Want ze blijven in de winkel en online natuurlijk wel hetzelfde. Maar dan weten jullie dat er dus gewoon een prijsverandering aan gaat komen van de V-Bucks. Ik heb dit al een keer aangegeven aan jullie. Maar dat dat zo snel zou gaan gebeuren had eigenlijk niemand verwacht eigenlijk. Want Epic Games heeft ook 900 mensen in het bedrijf ontslagen om geld te besparen. Dus ja, het is echt best wel bizar dat dit dus eigenlijk gewoon daadwerkelijk allemaal gewoon gebeurt. Maar laat even in de comments weten of jij dan nog steeds V-Bucks blijft kopen. Ik denk dat iedereen sowieso wel V-Bucks blijft kopen. En dat niet alleen, jongens. Als jullie bang zijn dat ik minder giveaways ga doen, dat gaat ook niet gebeuren. Dus ja, ik ga jullie straks ook even vertellen hoe jij kans kan maken om een leuke giveaway. Dan moet je sowieso eventjes deze game en deze video helemaal van afkijken natuurlijk. Er zit iemand met een dat zipline. Waar is die heen? Kijk, daar is die. Oeh, nee! Nee, ik heb een invite van Rick Paradoes. Ik ben even aan het opnemen, bro. Ik kan even niet met je spelen, maat. Let's go, kill nummer 4 is binnen. Maar wat ik dus eigenlijk nog wilde zeggen, is besef dat wij nu Fortnite 6 jaar lang hebben. En in die 6 jaar tijd, zeg maar, is er dus nog nooit een prijsverhoging geweest van V-Bucks. En dus nu uiteindelijk, na 6 jaar, zijn de V-Bucks prijzen dus eindelijk omhoog gegaan. En ja, persoonlijk, ik vind het een klein beetje jammer. Maar het is aan de andere kant ook wel begrijpelijk natuurlijk. Maar ja, dat neemt niet weg dat het ook wel gewoon vervelend blijft. Want aan de ene kant, ze verpesten het wel gewoon. Want er zullen ongetwijfeld een aantal mensen zijn, wat ik ook compleet begrijp,
die dus misschien daardoor minder geld uitgegeven aan Fortnite, omdat het daadwerkelijk gewoon duurder wordt. Dus ja, ik kan ook begrijpen dat als jullie kijkers minder V-Bucks gaan kopen, omdat het natuurlijk iets duurder wordt. Het is gewoon vervelend. Het is daadwerkelijk gewoon echt vervelend en ze verpesten het daardoor gewoon eigenlijk zelf voor hun. Kaart gelezen door die NPC, maar dat maakt niet uit jongens, dat hebben jullie niet gezien. Dat heb ik er letterlijk uitgeknipt. Jullie hebben niet gezien hoe hard ik ben gelezen. Wacht, lever dat ding in. Ik heb nog 3 big pots, dus die kan ik zo even snel innemen. We hebben in ieder geval de slurps te pakken. En die gouden AR, dus die nemen we sowieso mee. Even kijken, mijn bunkertje kan ik ook meenemen. Ik ga eerst even die big pots innemen. Slurp je mee? Kijk eens aan. Let's go. Hey, wordt in mijn rug geschoten. Maat, doe jij eens eventjes normaal. Ik dacht dat daar niemand meer vandaan kwam. Ah, hij loopt daar, kijk. Hallo, maatje. Jij weet zeker dat je mij wilde pushen, hè? Het gaat jou nu heel erg slecht komen te staan, bro. Ik weet niet. Dankjewel. Oeh, deze gaat ook gouden. Wat? Deze maat had ook die gouden AR. Oké dan. Lekker bro, maar je kan niet terug naar de lobby. Ik heb je gekild, dat spijt me. Maar laat ik anders alvast even stap 1 uitleggen die jij moet doen voor eventueel een leuke Phoebus Rift Raid te kunnen binden natuurlijk. Stap 1 is natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal, jongens en meisjes. Als je niet bent geabonneerd, kan je ook geen kans maken op die giveaway. Dus ik zou zeggen, check even of je al op dat abonneerknopje hebt geklikt. Zet ook even dat belletje aan, want dan mis je geen enkele video die ik natuurlijk upload. En als je die al hebt gedaan, dan ben je gewoon echt een legend. Sowieso dikke SO naar iedereen die al geabonneerd is op mijn kanaal. Maar ik kan dus in de statistieken van mijn YouTube kanaal zien dat er een aantal mensen nog niet zijn geabonneerd. Dus hé jongens, ik geef nu even de tijd om op dat knopje te klikken natuurlijk. Stap nummer 2 die je ook gewoon eventjes moet doen is mijn code gebruiken in de itemshop jongens. Code Chesto met dubbel O. Vul die eventjes in de Fortnite itemshop. En als je dat hebt gedaan, ben jij sowieso ook een legend. En kijk eens aan. Er zijn hier 2 mensen aan het fighten. Kom op, ik moet even kijken of ik iets meer sneller kan droppen. Bro. Oh mijn god, eentje is al gekild. Voor mij zijn dit NPC's. Maar we hebben een kill te pakken. Helemaal prima. En nog meer voetstappen. Er zitten hier nog meer voetstappen. Je zag ze in beeld, hè jongens. Ben ik nou gek? Ja, hij zit hier. Kijk. Huh. Nice bush. Dit ga ik dus even niet doen, hè. Er komen nog meer mensen aan hier zo. Bro, er komt nog iemand met een waggy aan. Ik ga gewoon even snel die gouden pump kopen. Die doet sowieso veel meer damage. Wacht. Kom op. Oh mijn god, hij is heel close hier. Ik weet niet waar die ene guy zit. Die zit hier op het dak sowieso. Ik moet ook niet te veel pieken. De ene guy gaat nu loose. Oké. Moeten we hem even hebben. Die is letterlijk 1 AP. Hij is letterlijk 1 AP, deze guy. Kom eens hier. Let's go. Told you. Oké, top. Wat heeft hij voor loot? Ik hoor hem. Hij zit hier. Oh mijn god, daar is hij. Hallo bro. Later bro. Let's go jongens. 8 kills hebben we binnen. Oh, deze gaat ook goede loot, maat. Nog iemand. Oh mijn god, bro. Die gaat er vandoor nu. Oké, top. Ga maar lekker weg. Ga maar weg. Ik wil ook naar Loot Island dadelijk. Ik weet niet waar die in gaat spannen. Oh, die guy gaat helemaal daar naartoe. Kijk. Hij is gecrackt, maar ik moet gaan. 200 meter is het eiland. Oké, er zit nog 1 assist in de buurt, gelukkig. Komt iemand omhoog? Ja. Kom maar hier, bro. Oh, hij heeft een zwaard. Hij heeft een Star Wars zwaard. Oh, mijn god, jongens. Ho, dit was echt bizar. Nou, ik neem sowieso deze paarse meven mee. Die slurpje moet ik hebben. En voor mij ga ik gepusht worden. Oké, dit is ideale timing, bro. Waar ben je? Kom maar. Hallo. Let's go, die is dead. Oei, wat lekker. En die had ook een slurp. Kijk, ik heb gewoon maar 2 slurps. Ik hoef niet naar beneden, dames en heren. Dit is echt ideaal. Ik moet even deze minis innemen en dan ben ik weer 100-100. Let's go, man. 10 kills zijn ook alweer binnen. Kijk eens aan. Hier, er zwemt hier iemand, bro. Oh my god. Er zwemt heb ik iemand hier. Huh. Waar is die persoon? Ik ben toch niet gek? Wacht, laat maar. Daar zit daar ook iemand. Die is letterlijk goed gehit. Die ga ik even pushen hier. Waar is die? Hij loopt hier. Maat, kom hier. Niet wegrennen nu. Nou, hij gaat rocket remmen. Ja, dat had je beter niet kunnen doen. Dat was zo dom van jou. Oh my god. Er zit daar nog iemand. Hij heeft die MK Alpha. Die moet ik sowieso hebben. Of MK7. Ook prima. Bro. Waar is hij? Zit hij onder deze steen? Huh? Bro, what the fuck is dit? Wat gebeurde hier? Dit is... Wat de heck? Kijk, hij zit in die steen. Kijk dan. Huh? Hoe kom je daar, bro? Is dit een hacker? Bro, dit kan legit een hacker zijn, maat. What the heck? Hoe komt hij onder die steen? Wacht, ik moet die high ground even hebben, hoor, bro. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, jongens. Echt niet. Kijk, hij zit daar! Kijk dan! What the frick was dit, bro? What the heck? Bro, hoe kom je daar? Maat, even serieus. Wat was dit? Wat heb ik zojuist zitten bekijken, ouwe? Wordt beschoten. Een kip? Oh, hij zit daar. Easy, jongens. 1 tegen 1. Maat, ik kan dit gewoon pakken. Ik kan deze W pakken met 15 kills. Oh, daar is hij, jongens. Kijk. Hij is daar in het water. Jongens, enemy spotted. Hij zit bij die boot. Ik raak helemaal niks met mijn MK7.
Oké, dan bro, hij gaat ook niet onder die steen zitten, toch? Alsjeblieft niet. Zeg me niet dat hij ook een glitch daar gaat doen. Ik weet ook niet of hij een sniper heeft. Ik heb hem een paar keer gehit. Die MK7 doet helemaal niet meer zoveel damage. 22 damage doet hij maar. Dat valt best wel mee. Maar we moeten even deze guy killen. Want dan hebben we deze guy en deze pot. Easy gewonnen, wou ik zeggen. Ik wou net zeggen. Kijk eens aan, dames en heren. Wat een heerlijke win. 15 kills gehaald. Een gekke hacker onder een steen gekillt. En besproken dat het jammer is dat Fortnite de V-Bucks gaat verhogen. Maar goed, we kunnen er niks anders aan doen. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Vergeet om mijn kanaal niet te abonneren. En dan checken jullie morgen weer. Later, jongens.